Ik ben naast me Sander Vonk. Hi Sander. Ik ga even een paar vragen stellen, want we zijn nu hier in Lund, Zweden. Ja. Dit is niet jouw eerste keer. Hoeveel keer is dat je hier bent? Vijfde keer al. Ja. Wat vind jij op dit moment van het toernooi so far? Nou, onze wedstrijden waren niet heel goed begonnen, maar de tweede wedstrijd hebben we gelukkig gewonnen. En ik wil dit jaar in de finale komen, want vorig jaar halve finale helaas niet gehaald. Of de finale niet gehaald, halve finale verloren. En nu gaan we voor de finale. Dus als we morgen winnen, komen we nog in de kruisfinale. Ja, wat bij de volgende wedstrijd, wat kunnen we van jou verwachten? Een speciale actie of zo? Nee, dat lukt niet. Dat moet ik nog oefenen. Nee, ik wil veel rebounds. Veel rebounds? Ja. Dat ga ik aan houden. Heel veel succes aan. Heel goed. Ze weten de basis wel, maar ze gaan improviseren en ja, de scoren moet wel. Maar we hebben niet veel weggegeven, dus ze scoren 21 punten, dat is prima. Ja, ja. Wat vind je verder van het team? Hoe ontwikkelt zich nou in deze tweede wedstrijd? Want nou ging het echt over, het was geen walkover. Nee. Het team, wat vind je ervan? Nou, wat mooi om te zien is dat iedereen zijn rol wel heeft. En je ziet dat, we weten, er zijn een paar jongens die zijn verder. En die hebben dan ook daar in een belangrijke rol. Als je kijkt naar puur aandeel op basketbal. Op de bank merk dat iedereen meer betrokken is, dat ze meer laten zien van hey, wij zijn het team. Dat ze elkaar aanmoedigen, dat ze niet balen, ze gewisseld worden. Ja, dat is heel goed. Dat zijn de stappen die we moeten maken. Dus hoe ga je het team van de voorbereiding hierop? Maar zoals altijd, games voorbereiden, serieus naar kijken. Ik zou vooral benadrukken op de dingen die we moeten doen. En ze weten wat ze goed doen, maar dat vertel ik ze. En ze weten ook wat ze beter moeten doen. En dat is belangrijk om dat te blijven benadrukken. En dan wij spelen hopelijk nog 4-5 wedstrijden en dan staat het met z'n beetje. Ik wens je heel veel succes. Hey, Elske, dit is Elske. Hi. Zo, hier in Lund. Hoeveel keer voor jou is dit? De vijfde keer. De vijfde keer, dus ja. Je hebt heel veel ervaring. Ja. Wat vind je zo ver van je wedstrijden die je nu hebt gespeeld?
Nou, we hebben niet echt heel goed gespeeld, want we pasten zich aan aan onze tegenstanders. En we hadden veel sneller kunnen spelen. Dus ik vind het niet zo heel goed gedaan met deze tegenstander. En wat kunnen we dan van Elske zien? Welke move heb jij in gedachten voor ons? Nou, weet ik niet. Maar ik ga niet alleen maar zelf gaan en zo. Want zo ben ik. Ik speel meer in het team. En dan af en toe een keer een drive kan wel, maar... Het is niet echt dat ik een vaste move erin zit. Wat vind je verder van het toernooi? Ik vind het leuk en gezellig. Want zelf in Holland... Heel veel succes. Ja. Hey Morris, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Met je overwinning. Ja. Even naar het toernooi. Hoeveelste keer is dat jij hier nou bent? Derde keer. En ja. Hoe heb jij je hierop voorbereid? Ik vond het natuurlijk hartstikke leuk sowieso dat we naar Zweden gingen. En ik heb me verheugd erop, zeg maar. Je kan je niet echt op voorbereiden, omdat je heel lang in de bus zit en zo. En dan word je natuurlijk ook weer moe, maar goed slapen van tevoren en eten. En wat mogen we nog van jou gaan verwachten de komende wedstrijden? Hard werken en winnen. Finale winnen. Gaan we nog mooie drietjes zien? We gaan drietjes zien, ja. Drietjes zien van Morris. Oké, Morris, heel veel succes vandaag. Hey Chris, gefeliciteerd allereerst met jouw winning. Je hebt goed gespeeld. Wat vond je zelf van het? Ja, het ging wel goed. Leuk wedstrijd. Ja, spannend. Ja, een beetje. Wat vind je zover van het toernooi? Leuk. Mijn eerste keer, maar ik vind het echt leuk. Ik heb een paar fantastische drives gezien aan de basket. En vrije worp en zo. Wat mogen we nog meer van Chris gaan verwachten de komende wedstrijden? Beteringen. Een paar jaar zien wij in de NBA. Een paar jaar in de NBA. Chris, daar hou ik je aan. Veel succes, hè.